Zes jaar geleden was ik alleen nog maar bezig met de Passion in Gouda. En toen was het heel spannend of het überhaupt wat zou worden. Toen kwam langzaam de droom van het zou ook wel mooi zijn als ik dit nog verder zou kunnen brengen. There ain't a dream that don't have a chance to come true now. So I've gone 2 years in a row to the Dutch Passion. And pretty much everything I saw inspired me. I think it's just so powerful, the feel, what you see, and the whole spectacle of it just blew me away. Nou ja, om nu hier te zitten, dat voelt toch inderdaad wel als iets heel bijzonders. Ik weet niet of ik dat ooit eigenlijk had durven dromen. I'm excited. I'm hoping that we do Holland proud because that's where it all started. That's where it all originated. So we're just very happy that we get our chance to be a part of such a great vision. Mijn hart ligt bij het verhaal en de vertelling. Dus wat er allemaal technisch mis zou kunnen gaan, dat vind ik allemaal niet zo interessant. Dat hoort ook bij een live uitzending. Het verhaal, daar gaat het om. Nou, ik ben eigenlijk benaderd door Jacco. We hadden geen acting coach. En een week later zat ik bij Seal thuis en Prince Royce en Jen Carlos. This is my friend Jen Carlos. Hello. And he's doing Hello. Awesome as Jesus. Oh man, thank you so much. When they called me and asked me to play Jesus, it was an honor. I feel we're telling the biggest story ever told. It's the greatest story ever told. It's being told in an incredibly unique way. I didn't expect it to be that emotional, but that first time we rehearsed it, man, there were tears. It was a pretty heavy moment. Dat is wat er in ieder geval met de Passion gebeurt. Dat voor heel veel mensen voor het eerst of opnieuw zij echt geraakt worden door het verhaal. Dat het dichtbij komt, dat het ineens een verhaal is wat ook over hen gaat. I had a moment in time on the set. There's just something about Jim Carlos when he looked at me and started breaking the bread and said, this is my body, which is the forgiveness of many sins. And the way he looked at me, I just felt so much love. And I just started crying. I mean, I just could not stop crying. I just felt like I kind of got beamed up 2,000 years ago, and I really was James the disciple, and that's really Jesus. It all became just so very real, like it was a out-of-body experience a little bit, honestly. Well, the reason I think it's perfect for New Orleans is simple. I mean, New Orleans was a city that was underwater, was in a liquid grave, and it literally rose again. So it is a lot of the story of Jesus coming to, going through all kinds of turmoil and rising again. I've felt lost in my life. I've felt angry in my life. We go through our ups and downs, and you know, we transcend those things that hold us back, and we realize sometime afterwards, once we've passed through that difficult time, that that was instrumental in getting us to this place. I feel God puts things in our path so that we grow from them and we succeed. He doesn't want to see us fail. So I think I had to understand that when I decided to say yes to this. Ik ben een groot fan van Seal. Voor mij was het wel een van mijn dromen om Seal een rol in The Passion te laten spelen. I'm very excited to be playing Pontius Pilate. I think he's a very interesting, complex character. Ja, dat is voor mij zeg maar absoluut een hoogtepunt. He doesn't really want to send Jesus to his death. And in actual fact, he makes several attempts to prevent Jesus from being sent to the cross. I find no reason to condemn this man. The Passion zal te zien zijn bij Netflix wereldwijd. Vertaald en ondertiteld in 20 talen. Ja, voor mij, zeg maar, in mijn eigen leven is de ontmoeting met Jezus het allerbelangrijkste, het allermooiste. Hetgene wat mijn leven op zijn kop heeft gezet in positieve zin. Dat is uiteindelijk, zeg maar, waar mijn drive ligt. I will love you unconditionally. But the message is really compassion and forgiveness. It's a reminder of a story and of qualities that are inherent in us. Christ's love and his death is for all. Forgiveness, compassion, love, inclusion of everybody. That's the true star of the story. That's the true lead of the story, the message. My hope is that that's what everybody takes away from it, that we all have a savior if we turn to him. I will love you.
ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik vond het zo bijzonder. Echt ongelooflijk. De emotie hier bij die mensen te zien. Dus te zien hoe die artiesten helemaal van hun sokken gingen. Maar het publiek binnen een half uur worldwide trending topic. En inderdaad, dan heb je het Jut en Jul. We hebben gewoon een show in Amerika gemaakt. Ja. Gewoon. Dat kan je toch niet geloven, man. En dan ook nog deze show, weet je. Ik hoop gewoon dat heel veel mensen gewoon geraakt zijn. Ja. Ja, ik vond het echt helemaal te gek. Ik kan niet wachten totdat we hem nog een keer mogen doen in Amersfoort. Zo, inderdaad, nog 4 dagen, man. Morgen het vliegtuig. Amersfoort, here we come. Amersfoort, here we come. Tot ziens, dankjewel. Ik hou van jullie. Is that right?